Hoi. Oh, wat gaan we doen? Ik vertrouw dit voor geen me... Wacht even. What the holy... Huh? Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTR5, LSPDVAR en more. En vandaag ja, ben ik eigenlijk weer terug. Ik weet eerlijk gezegd nog niet hoe lang ik nou precies weg ben geweest. Omdat ik deze video toch wel weer wat eerder opneem dan dat ik daadwerkelijk upload. Moet ik even ook eens een paar redenen. In ieder geval, ik ben weer terug, dus laten we gewoon weer lekker de straat op gaan alsof niks is gebeurd. En zoals je ziet, ja, er is wel iets gebeurd. Het is gaan sneeuwen. En nu zullen jullie denken van het is misschien wat vroeg. En dat kan aan de ene kant ook wel dat het vroeg is. Maar aan de andere kant had ik er eigenlijk wel zin in. In het lekker sneeuw, in het koude weer. Gezellig richting kerstmis toe. Dus eigenlijk de maand, laat zeggen november en december gaan toch wel met de sneeuw zijn. En soms alleen sneeuw op de straat en sneeuw uit de lucht. En soms alleen sneeuw op de straat. Dus we gaan het meemaken. Bijzonderheden? Nee, we moeten natuurlijk wel nog even inmelden. Dat doen we door middel van F4 of F5. En dan laat hij alles in. En dat gaat dan een beetje tijd kosten. In ieder geval, wij gaan lekker de auto in. En dan zetten we blauwe van staan. Dit is dus de B-klasse, hè, voor de mensen die dat niet door hadden. We moeten alleen even oranje goed zetten. En dan doe je in het middel van de O, 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 naar de 11. Verder iets te melden. Nee, eigenlijk niet. Ik vind de B-klasse wel erg gaaf. Ik moet even alt-tab doen. Ik moet hem even goed instellen. Ja, het is ook glad. Ik zal eens gas geven. Het is glad. Dus dan weten jullie dat. En ja, daar moet ik dus gewoon op gaan inspelen. En op anticiperen tijdens het rijden. Vorig jaar heb ik ook met de sneeuw en gladheid gedaan. Toen heb ik zelfs met de controle gedaan en nu doe ik dus met de 12-01. En nu doe ik met de stuur, dus het is wel even wennen misschien. Of juist makkelijker. Kijk, als je vol gas geeft, kom je niet weg. Dus je kunt beter. Een collega vraagt om assistentie bij een verkeersstop. En ik ga hem even hier afsnijden. Kan dat? Ja, op zich. Ja, nee. Ik wilde hier afsnijden, maar kan dat ook? Ja, zeker kan dat. En dan komen we er nog eens recht achter, denk ik. En dan denkt de collega ook van, wat in godsnaam, hoe komt hij hier nou? Ik laat hem hier even staan. Hoi. Oh, wat gaan we doen? Ik vertrouw dit voor geen me... Wapen laten vallen. Waar is hij? Wapen laten vallen. Laten vallen. Loslaten. Laat los. Hallo. Laat... Ja, wij schieten hier. Kom. Waarom gaat hij ook niet dood? Vuurlijnen, collega. Collega's vuurlijnen. Oké. Okay. Ja, ik ben wel geraakt. En dat zie je ook wel. Maar ik zie allemaal koekwouds ofzo. Ik bedoel, ja, suicide bij kop. En suicide... Oh, we hebben... Oh, onschuldige burger. Oh nee, dit gaat ons duur komen te staan. Suicide bij kop is eigenlijk gewoon met... Ja, nou, is het suicide bij kop? Nee, denk ik niet. Suicide bij... Zijn er mijn friends? Is letterlijk gewoon ja zelfmoord plegen door een agent te laten doen eigenlijk. En dat is dan door bijvoorbeeld met een nepwapen op een agent te richten zodat hij jou neerschiet. En in Amerika wordt het veel meer gedaan dan hier, denk ik, want in Amerika schieten ze dan meteen twee hele magazijnen leeg. En in Nederland wordt het niet zo gedaan, maar wat je wel ziet is ja, dat er vaak nepwapens zijn. Trouwens, ik heb nog steeds die taxis niet aangepast, want ik krijg het niet. Dus ze zijn, ik heb de vorige, een van de vorige video's heb ik gezegd van... ja, kijk, die motor is hier aan het pakken. G
geen helmpje op. Snel rijden met dit weer, sowieso zou ik met dit weer niet op mijn motor gaan zitten. Ik zei bij de vorige video's, een van de vorige video's, en rood licht pak je erbij. Sorry, ik moet bij één verhaal blijven. Van ik ga de taxis, of jullie zien nu de taxis oranje en in de volgende video zijn ze zwart. Maar dat is dus niet zo. Dikke drift. Nou, rondjes rijden, wederom rood licht, twee keer rood licht, geen helm. Een bericht voor alle wagens. Ik denk dat hij meer kans heeft dan ik. Maar... Gaan ze er beide van door ofzo? Nou, ik knal je wel in zijn motor af, vriend. Als je gas loslaat, sta je echt heel snel stil. Dus je kunt beter gas loslaten dan remmen. Zie je, dan glij je door. Maar als je nu gas loslaat, sta je in één keer stil. Wat gaan we doen? Rechts op tot 80 graden. Zo. Oké, staan blijven. Je gaat gewoon meewerken. Ja? Stop! Police! Ik sloop je naar boer. Oké. Zij op de volgende voet. Maar we zijn sneller. Lekker in het rokje met het koude weer. Oh. Dat is een hoofdtrauma. En meewerken. Police! Stop whatever the hell you're doing! LSPD! Don't make me shoot ya! Soort van raak, denk ik. Oké, nu is het klaar. Dan doen we maar op de oude manier. Meestal moet je gewoon dubbel E en dan stoppen ze wel. Ik vind er nog steeds een nadeel dat je gewoon tijdens het lopen en tijdens een achtervolging te voet of voor iemand staan niet gewoon op E of zo kunt drukken om hem te laten stoppen. Je moet echt meteen met een wapen richten. Goed, gaan transporten deze kan op. Hands are shaking. Ja, dat lijkt me redelijk logisch met dit weer en de kleding die je draagt. Iemand zei mij laatst van ja, je moet niet voor transport moet je niet de justitiële inrichtingen laten komen, maar dat is bla 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 dit dat. Ja, dat klopt, maar ja, fuck de police toch? Nee, dat heeft ook weer zo'n redenen. Die heb ik ooit eens genoemd. Het was geloof ik tot ik heb die vervangen voor een T6 busje en toen crash je mijn hele game steeds. En zeg maar de DJI is zeg maar of het is de DJI of het is de politie skin, maar meestal is het DJI, hè? Dat valt me wel op, niet zo wat gezegd. Ik weet niet of die motor, ja, mooi. Goed, de verdachte is opgepikt. Ik heb hem niet gefouilleerd. Er rijdt hier ook nog ergens iets met een kapotte auto. Dat is ook gevaarlijk. Hè? Ik weet niet waarom jullie ook... Dat is ook niet heel veilig natuurlijk. Hè? Dus we gaan hem hier aan de kant zetten. En we gaan kijken of we daar een brandweerauto moeten laten komen. Hallo. Hey. En waar hebben wij zin ondertussen? Kip man. Wat is met je auto gebeurd man? Ja, je moet naar de garageagent. Ja, ik zie het. Kijk die band eens. Kijk die motor eens. Hoor die motor eens. Kan ik nou gewoon die auto wegduwen door de sneeuwmat? Deed ik dat nou net echt? Ah, nee. Ja, goed. Het kan zo zijn, maar ik mag gewoon niet verder rijden. Dus stap even uit. En... ik ga hem je weg laten slepen en dat gaan op je eigen kosten worden, maar dit kan echt niet hoe die nu erbij rijdt. Het is gewoon gevaarlijk rijgedrag. Dus de kosten van de berging, die zal ik... oh, wacht even. Yeah, yeah. Excuse me. Die zal ik jou
als bekeuring tussen aanhalingstekens mag geven. En ik laat je taxi komen die jou meebrengt naar de garage. Dus ja, fijne dag verder. En hem even fixen en cleanen. Ik heb het oprecht ook echt koud. Het is ook koud vandaag. Dus mijn handen zijn altijd koud. Maar nu zijn ze nog kouder. Want door de sneeuw wordt. Oh ja, dat wordt niet meer aange... Ja, dat wordt hij aange... Is hij nou dood? Hij dat verlaat de plaats omgevallen. Het is tot we in de noodhulp zitten. Ja, oh wacht even, dat zeg ik iets heel verkeerd. Ik wilde zeggen, het is tot we in de noodhulp zitten, anders had ik je aan de kant gezet. Maar het is eerder van, het is dat ik nu even meldingen wil gaan aannemen, anders had ik hem aan de kant gezet. Ik moet gewoon ergens op enter drukken. Wie wat dan waar, voordat ik heel veel moet rijden. Niet dat ik hier een... Nee, oh wacht. Ah, oké. Ja, 12.01 gaan een kijkje nemen, voertuig met pech langs de weg. Kijk, je kunt hier best gewoon hier je gas loslaten en dan sta je stil. Want als je remt, dan glij je door. Maar het enige nadeel is dat hij altijd door blijft rollen met een automaat. Dikke RS7. Best veel plezier in de RS7. Best veel plezier daarmee denk ik in de sneeuw. Ik had net een, je hebt 4 of 5 varianten van deze mod. Eentje is sneeuw geloof ik, light snow. De andere is snow. Dan heb je snow and ice. En dan heb je iced roads. En ja, dat iced roads, dat ging echt, dat gaat echt te ver. Dan glij je gewoon, dan kun je geen gas meer geven, dan glij je gewoon. En snow and ice, dat ging ook al te ver. Dus ja. RS7 staat hier. Die heeft waarschijnlijk een aanrijding gehad tegen de boom. Hoi. Ah, ik moet even de voertuig, de motor gaan bekijken. Hij zit lekker binnen in zijn auto. Is het een RS7? Is het nou... Ja. Oh, oké, doei. Goed, melding afgerond. Voertuig is gecontroleerd door mij. Ik ben engineer. En ik zag dat er iets los zat. Ik weet ik veel, ik heb geen verstand van auto's. Wim wel, dus gelukkig kan hij verder rijden. Het is een beetje spelen natuurlijk met het gas en met de stuur. Die rijdt eigenlijk onder invloed. Of die zit gewoon te driften net zoals ik. Maar wat ik zei, dat is een beetje spelen, een beetje gas geven, een beetje net op de rand van wegglijden rijden. Ah ja, natuurlijk. Je kunt hier niet stil blijven staan, dus je gaat maar volgen. Ik heb ze dus nog niet in het echt gezien, de B-klasses, maar ik zie heel veel foto's ervan. En heel veel agenten die je dan op Instagram en Twitter volgt, die hebben ook allemaal al in die B-klasse gereden. Maar hier in Maastricht heb ik eens nagevraagd, maar rijden ze nog niet. Omdat hun relatief laat nog nieuwe Volkswagens kregen. Dus de vriend, waarom ga je er nou vandoor als je me de hele tijd hebt gevolgd? Je had me net zo goed bij de afslag, als ik de afslag nam, dat jij rechtdoor reed. Dan was je ook al van me af geweest. De B-klasse komt natuurlijk als er een auto wordt afgeschreven, zeg maar. Of ja, niet één, maar meestal ze rijden dan gewoon met, ze hebben bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 10, vriend, kom op nou. Ze hebben bijvoorbeeld 10 Tourans. Nou, daarvan zijn er nu twee kapot, ik zeg maar iets, hè. Maar dan gaat er nog eentje verder. En dan kun je zien dat ze wachten tot er 3 kapot zijn en dan gaan ze pas die B-klasse bestellen. Dus in Maastricht heeft dat best lang geduurd. Waardoor je dus nu pas binnenkort pas de B-klasses gaat krijgen. Auto rijdt hard, ik wil niet zo heel hard rijden omdat natuurlijk de sneeuw, kijk, dan knal ik frontaal en niet frontaal, maar knijters hard op die auto. Nou, als
te gevaarlijk wordt. Ik heb zijn kenteken niet. Nou, ik glijd er rechtdoor dan. Ik ga de rem los, gas los. Ah, dit is moeilijk. Maar dat is al die leuk wel door. Je kunt het beste geloof ik, ja, als je echt recht op iemand afglijdt, rem los en gaan sturen. Remmen en sturen, dat moet niet werken. Stoeprandje erbij. Misschien is het handig als ik gewoon een collega erbij vraag. Die scheurt hem. Nee, dat is al natuurlijk. Ah nee, let op. In de zijkant van hem. Samen even klem zetten. Ah, een Audi kan die sneeuw wel aan. Door het quattro systeem wat de Audi heeft. Maar laat mij toch voorop rijden. Wat is dat nog druk, joh. Hier heb ik laatst al iemand klem gezet, dus gaan we nu gewoon weer doen. Maar nu lukt het niet. De Audi is achtergebleven. Als je eenmaal weg bent, dan kun je wel lekker gas geven. Maar als dan weer zo'n GTA-verkeer denkt van ik ga nu hier stoppen, recht voor Wim, ja dan ben je een lul zeg maar. Oké, okay. Nu gaan we hem eens pakken. De sirene klopt trouwens ook niet, hè. Het is een hele langzame sirene zoals de Volvo's hadden. Dus denk ik net niet de helft van deze. Dus daar zoiets. Lekker, nu weten jullie precies wat ik bedoel natuurlijk door mijn impressie van de sirene. Idiot. Inderdaad, idiot. Nee, niet te snel op, niet te snel op. Waarom is dat ding ook nog veel sneller? Omdat ik gewoon fout gas geef. Beetje geven, Ik wil hem echt niet op de snelweg hebben. Uitstappen beide. Misschien word ik het deze, want het heeft echt geen zin met mijn... Jij ook. Uitstappen. Handen omhoog. Dus zij twee man aangehouden. En hij wacht even. Ik ben aangehouden. Gewoon wat je in het voertuig zat. You're under arrest, you piece of crap. Beetje mol houden. Ik denk bijna niet bij me hebben. Aan mezelf kan bezeren, ik kom er wel achter. Oké, niks, je blijft hier zitten. Goed, jij ook, ben aangehouden. Rijden waarschijnlijk onder invloed, de kamer voor, was ik wel bijna vergeten. Ik zie nu strong odor of alcohol. En negeren stopteken, gevaarlijk rijgedrag, verlaten plaats ongevallen. Die allemaal heeft veroorzaakt, maar ja, ik heb ook een paar veroorzaakt. Ik ga ook even fouilleren. Ja, een vuurwapen bij, komt er ook nog bij. Jullie gaan beide naar het politiebureau, waar we worden voorgeleid. En jouw voertuig ga ik meenemen. Dat is gehoord.
takelwagen. Hoi. En daar komt het transportje die ik even versneld hier laat komen. Zo. Ik heb net even lekker mijn B-klasse gesloopt uit beeld. Deze. Oeh, meteen veel kouder. Maar we gaan naar een melding van een persoon met een vuurwapen. Als we er überhaupt aankomen. Ja, maar... Ja, oké. Okay. Het zal allemaal aan mij liggen dat ik zo denk dat mensen raar doen. Ik zie de weg niet, dus ik rij maar gewoon wat. Als je er maar komt, toch? Dat is mijn motto. Dan rij je een konijn over. Dan kan ik me niet voorstellen dat hier nog konijntjes rennen. En als we deze heuvel opkomen, joh. Nee. Rustig gas geven, rustig gas. Nee, dat dacht ik al. Gas geven, gas geven, gas. Ja, dit heeft sowieso geen zin. We gooien de handrem erop. Gas geven. Ja, maar omraden. Moet je nagaan met een B-klasse. Moet je bedenken dat dit ook nog met een ambu soms moet. En ik weet nog heel goed dat ik... Vorig jaar zal het dan wel zijn geweest. Een T5 ambulance gebruikte. En toen kwam ik ergens ook niet de heuvel op. En toen hebben we de reanimatie niet kunnen bereiken. Staat er dan helemaal een heuvel? Ik zie hem ook niet. Ben eens een schil. Hij staat hier in die struik, hè? Ik rijd er gewoon langs. Vertrouwen voor mijn kant. Of zweeft hij of zo? Hallo? Politie? Put the gun down! Put it down! Down! Wapen laten vallen. Wacht even. What the holy... Huh? Ik schrok me helemaal kapot. Maar ik kon het verwachten. Ik hoorde iets in die struiken. Dit ging helemaal nergens over. Dat is het einde van Wim. Maar Wim kan gewoon terugkomen. F11. Hoppa. Nee, wacht even. F11. Steekvestje. Hoppa. Dat is Wim weer. Mensen, ik heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb jullie een hele leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen. Zullen we ervan maken. Ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen. Bij een nieuwe video. Ja, tot dan.